Van harte welkom, een nieuwe aflevering van het Koetshuis met in deze aflevering één man. En dat is Marcel Melissen. Die is niet te benijden, hij is wethouder financiën van de gemeente Tiel. En Tiel staat, zoals u wellicht weet, in brand. Want zo is het, Marcel, hè? Nou ja, jij zegt het. Jij stelt het. Ik zeg dat we een stad zijn met financiële problemen die we moeten oplossen. Maar de stad staat nog niet in brand. Er is nog genoeg te doen in de stad. En er is nog genoeg te doen om, laten we zeggen, de zaken te verbeteren. Ja, maar er is een structureel tekort bij die gemeente. En op het moment dat je dat niet dicht kunt fietsen, dan komt de provincie met het vingertje. En dan gaan zij het doen en dan kan er niks meer. Nee, klopt. Dat klopt ook. Kijk, ik zeg ook niet dat we geen grote problemen hebben. Financieel gezien hebben we het natuurlijk heel zwaar. Maar waar komt dat nou vandaan? Nou ja, als je terugkijkt naar de jaarrekeningen en naar het verleden, dan zie je dat we eigenlijk de echt grote problemen hebben gekregen na de invoering van het sociaal domein. Met name ook de jeugdhulp, daar hebben we gewoon miljoenen tekort op. Ja, ik weet, Henk de Driessche, die was toen nog wethouder met die portefeuille belast. En zeiden we, nou, wij gaan voor een zachte landing. In 2015 was dat. We gaan eerst kijken wat er gaat gebeuren. Had Tiel actiever moeten acteren? Ja, nou, dat vind ik een lastige vraag, maar ik zal hem toch proberen te beantwoorden. Kijk, op het moment dat je zo'n taak krijgt en je eigenlijk als gemeente nog niet eens precies weet wat het is, want laten we wel weten, het was helemaal nieuw. Mm-hmm. Helemaal nieuw. Dan moet je zorg gaan overnemen en wat je als eerste natuurlijk niet wil, is mensen zorg ontnemen. Dus dat er gekozen is voor een zachte landing, dat vind ik op zich verstandig, want ja, je zult er eerst moeten weten wat je aan het doen bent voordat je kan veranderen, zeg maar. Nou, maar goed, als ik boodschappen ga doen, dan ga ik eerst kijken. Er zit een tientje in mijn portemonnee, dus ik kan maar voor een tientje boodschappen doen. Ja, maar bij het eerste jaar hadden we dat probleem ook nog niet, hè? We hadden zelfs nog een reserve sociaal domein. Er stond toen nog 2,1 miljoen euro in. En dat kwam eigenlijk achteraf gezien weer, doordat al die zorgpartijen ook niet wisten hoe het werkte. Mm-hmm. En dus veel te laat gingen factureren en al dat soort zaken. En toen kwam de klap in 2017? Ja, en eigenlijk al ervoor. Eigenlijk al ervoor, want daarvoor ging het hele reserve weg. Ja, ja. Dus dat was eigenlijk al een winstwaarschuwing. Ja, precies, ja, ja. En goed, de klap is 2017 en in 2018 zal het er niet veel beter voor staan. We hebben bij de laatste rapportage aan de raad hebben we laten zien dat we een tekort hebben van 4,7 miljoen. Dus zorgen genoeg. En nu zitten we dus in 2019. GGD heeft onlangs weer aangegeven, GGD Gelderland Zuid, als het gaat om jeugdzorg bijvoorbeeld, dat er weer geld bij moet. Het houdt niet op. Nee, dat gevoel heb ik ook wel eens. Dat het niet ophoudt. Zeker bij gemeenschappelijke regelingen is het natuurlijk heel ingewikkeld. Ik zie ook dat we ieder jaar, elke keer structureel een paar ton moeten oplossen. Dus moeten wij bijleggen. Mm-hmm. En dat betekent voor ons in theorie dat we die moeten gaan bezuinigen. Omdat die regelingen blijkbaar veel makkelijker, laten we zeggen, de rekening ons kunnen sturen dan wij zouden kunnen zeggen van, hé, dat willen we niet. Dat heeft ook te maken met de structuur van die gemeenschappelijke regelingen. En dat is een hele lastige. Nou goed, de afgelopen maanden duidelijk geworden, er is een tekort. Hoe groot is dat tekort op dit moment? Nou, als we naar de meerjaarperspectief kijken, dan lopen we uiteindelijk in het meerjaarperspectief structureel een tekort van 2,4. Mm-hmm. Dat lijkt weinig, maar dat is veel. En waarom lijkt het weinig? En zeg ik, een begroting van 126 miljoen per jaar. Ja, klopt. Ja. Ja, maar dat lijkt dan niet zoveel, maar het is wel veel. Want het feit dat we dat hebben en we zouden daar niks aan doen, dan zou je algemene weerstandsreserve dit doen. En we zitten al onder de 1, dus dat betekent dat je met dit tempo zou nog een jaar of 2, 3 kunnen en dan is je reserve leeg. Ja, en Makink heeft al aangegeven, hè, de man, zullen we maar zeggen, vanuit de provincie van, nou jongens, aan de bak daar in Tiel, anders ga ik ingrijpen. Nou, zulke woorden heeft hij niet gebruikt. Misschien niet letterlijk, maar dat was wel de strekking van zijn. Nee, we hebben natuurlijk met de provincie gesproken. En de provincie heeft natuurlijk de rol als toezichthouder. En in die rol als toezichthouder hebben we dat gesprek ook gehad. En richting de provincie hebben we aangegeven wat we gaan doen om het meerjarenperspectief sluitend te krijgen. Nou, en wat gaat Tiel doen? Vertel. Nou, allereerst hebben we met de raad afgesproken dat we dat proces samen gaan doen. Er is ook een raadswerkgroep, want we gaan dus bezuinigen. Ja, dus dat in ieder geval je draagvlak. Ja, precies. Dus dat is heel prettig, want de hele raad voelt de urgentie aan dat we dit met z'n allen moeten doen. Omdat er eigenlijk geen keuze is. Nee, terwijl zeg maar die verhoudingen net na de verkiezingen nou niet dat je zegt van fantastisch waren in die raad. We zijn lastig begonnen, maar op dit moment vind ik dat... Waar had dat nou mee te maken, als we terugkijken? Ja,
pijn van verlies van zetels, mensen, individuele toestandjes, dingen die achter de schermen spelen, of is dat allemaal niet aan de orde? Nou ja, ik benader het als volgt, hè. Politiek is uiteindelijk ook emotie. Mm-hmm. Na verkiezingen heb je winnaars en verliezers. En verliezers zijn over het algemeen niet blij en winnaars wel. En dan krijg je natuurlijk spanningen, want dan moeten de coalities gevormd worden en ja, dan vallen de partijen af. En ja, dat doet soms zeer. En die emotie wordt dan meegenomen in zo'n vergadering. En dan is natuurlijk aan iedere fractie aan zich, hoe ga je met zo'n emotie om? Dus zeker in het begin heb ik daar heel veel begrip voor. Maar op een gegeven moment moet je gewoon met elkaar weer aan de slag. Maar je hebt het ook moeilijk de moeite ermee gehad. Gewoon dat kun je zien aan jouw gezicht, spraakboekdelen, stoom uit je oren. Maar mij komt nooit stoom uit mijn oren. Nou, uit je neus dan. Ook niet. Ah. Ik kan wel stevig reageren en boos kijken, dat kan ik wel. Je was wel boos. Ik heb toen gezegd, zwaar teleurgesteld volgens mij aan deze tafel. Ja. En dat heeft meer te maken met de manier waarop je je emotie toont. Nou ja, je bent neergezet door verschillende partijen als een onbetrouwbare wethouder. Ja, dat vond ik niet leuk. Nee, natuurlijk niet. Kijk, maar dat is dus de manier waarop je die emoties toont. Ja. Daar kan ik twee dingen mee doen. Ik kan daar een enorm gevecht over gaan voeren. Of ik denk, nee, weet je wat, ik ben hier aan het werk gezet om de klus te gaan klaren. Nou, dat ga ik doen. En ik heb wel geprobeerd dat ook met de raad samen te doen. En dat is wel gelukt. Mm-hmm. En nou heeft iedereen voelt die urgentie en iedereen wil ook gewoon samenwerken. Nou. Dus dat vind ik echt een winst. Ja, dat is mooi. Ja. En we zijn natuurlijk wat dat betreft tijd heelt alle wonden, hè, zullen we maar zeggen. Meestal wel. Die bezuinigingen, die moeten er komen voor dat bedrag. Is geen rocket science op zich, hè, waar je dat vandaan moet halen. Nee, het is inderdaad geen raketwetenschap. Want als we dit door zouden laten gaan, dan vliegt het geld inderdaad met een hoge snelheid de stad uit. En we moeten juist zorgen dat het geld in de stad blijft en dat we dat verstandig besteden. Dus hoe gaan we dat doen? Nou, vertel. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat betekent dat je er niet aan ontkomt. Eigenlijk hele scherpe keuzes te gaan maken. Ja, dat hoor ik nu al vier, vijf maanden. Maar dan ga ik dus nu uitleggen. Zijn die scherpe keuzes? Je moet een beetje geduld hebben als interviewer. Dat is ook wel eens een kwaliteit. Ja, daar heb je gelijk in. Ja. Kijk. We zitten met twee problemen. Eén, scherpe keuzes maken. Dat zou je willen doen als je weet hoe de stad er precies voor staat. Daar hebben wij een onderzoek voor laten doen door Berenschot. En die heeft een nota van bevindingen gemaakt. Ik noem dat de spiegel. De spiegel over de stad. Dat was niet zo best. Nee. Als je daarheen kijkt, iedereen weet het eigenlijk wel. Maar op het moment dat je een spiegel voorgehouden krijgt van nou, Tiel heeft deze problemen. Mm-hmm. En de stad is uit balans. En hoe komt dat? Dat komt omdat we relatief straks heel veel ouderen hebben, en weinig gezinnen en veel laag sociaal opgeleide mensen met geen baan en uitkeringen en mandjes. En de voorzieningen die zijn er ook voor mensen. Precies. En we hebben, die we eigenlijk niet hebben. En we hebben heel veel voorzieningen, zorginstellingen en dergelijke. En dat is natuurlijk goed, als dat vind je het fijn, hè, om te zorgen dat er instellingen zijn voor je mensen. Maar alles bij elkaar opgeteld zie je dat het ons uiteindelijk best wel veel geld kost. Mm-hmm. En op het moment dat je te weinig mensen in een stad hebt wonen die in staat zijn om de voorzieningen die er zijn, hè, daar hoort bijvoorbeeld ook een Agnietenhof onder, als daar onvoldoende mensen zijn om die voorzieningen te betalen, dan loopt je kas leeg. Dus als je scherpe keuzes gaat maken, dan zul je moeten weten, als je dit als de stad uit balans is, hoe krijg je dan de stad weer in balans en met welke maatregelen moet ik dan gaan nemen? En als je dat weet, dan ga je zeggen, oké, nu we weten welke maatregelen we gaan nemen, dan maak je daar een investeringsagenda op. En dan ga je echt scherpe keuzes maken. Dat rapport Berenschot, daar hebben we het over gehad. Maar het geeft inderdaad wel aan waar Tiel voor staat. Ja. En die disbalans, die is er zeker. Maar helpt dat om scherpe keuzes te maken? Van waar ga je in de toekomst in investeren en wat niet? Ja, dat denk ik dus wel. Op het moment dat we hebben nou, laat maar zeggen, de spiegel. De volgende stap is wat moet je doen? Dus de maatregelen. Mm-hmm. Stel dat een maatregel is, zorg dat je meer draagkrachtige mensen in Tiel krijgt. Dan zou je dus als maatregel moeten doen, je woningprogramma daarop afstemmen. Dus meer huizen voor mensen met een wat hoger inkomen. Nee, meer inkomen. Moet je eigenlijk volgens mij niet vergeten. Nee, zeker niet. Dat moet je absoluut nooit vergeten. Want deze mensen wonen hier. Die moet je gewoon goed verzorgen. Zijn jouw stemmen zo? Het zijn stemmers van alle partijen, lijkt me. Mm-hmm. Maar ik zit hier nu niet om stemmen te winnen. Ik vind nu, waar ik nu hier zit, is te zorgen dat Tiel financieel op orde komt. Dat is op dit moment mijn taken. Op het moment dat je dat hebt, die maatregelen, dan zeg je, oké, nu weten we, als we die maatregelen gaan doen, mm-hmm.
Dat betekent dat we daarop gaan investeren. En eigenlijk zeg je dan ook meteen, en dus gaan we die dingen niet meer doen. Dus het is een heel theoretisch voorbeeld. Stel je voor dat we zouden zeggen, we vinden het heel erg belangrijk om meer te gaan investeren in cultuur. Mm-hmm. Dan investeren we dus niet meer in sport. Omdat we zeggen, we merken dat als we die mensen willen binden aan ons, dan moet je investeren in cultuur. Sport wil niet zeggen dat sport dan op slot gaat, maar wat het dan wel zegt is dat Tiel daar dus aanmerkelijk minder geld in zou gaan steken. Zulke keuzes worden het dan. En dat noem ik met de investeringsagenda is net zo moeilijk als waar we nu aan het doen zijn. Mm-hmm. Want dan worden echt de scherpe keuzes gemaakt die structureel natuurlijk gewoon door gaan werken. Ja, en daar moeten mensen echt aan gaan denken. Daar moeten mensen ook echt aan gaan denken en ook aan gaan wennen. Dus dat rapport Berenschot in de raad houden. Dat lijkt mij zeer verstandig. Je gaf zelf al aan hè, dat eigenlijk al wel duidelijk was dat het financieel niet best ervoor zat voor die verkiezingen dus uiteindelijk. Ja. Kun je nog herinneren dat Ton Zuidema van D66 riep van mensen, er is geld zat tijdens die verkiezingsperiode. Hoe rijmt dat nou met de situatie? Nou ja, dat rijmt natuurlijk helemaal niet. Het is ook niet voor niks dat ik destijds ook heb gezegd, ik kijk anders naar de situatie. Mm-hmm. Als ik naar onze financiële situatie krijg, heb ik daar grote zorgen over. Er zijn echt letterlijke woorden van mij geweest. Toen wisten we niet eens hoe zorgelijk het zou worden. Maar ik had wel al dat inzicht, zeg maar, dat gaat gewoon niet goed. Nee. Dus ik heb namelijk die opmerking nooit kunnen begrijpen. Nog steeds niet? Nee. Goed, dan laten we dat even voor wat het is. Die bezuinigingen, je gaf het zelf al even aan. Cultuur. Gaat daar flink op gesneden worden? Nou, laat ik het zo zeggen. We zijn dus bezig met het... Ik zeg maar even rigoureus, hè? Ja, niet over het slot. Ik ga gewoon even zeggen wat we aan het doen zijn. Mm-hmm. We zijn bezig in alle programma's, echt alle terreinen, zijn wij bezig dingen te versoberen, te schrappen. Mm. Alle. Dus cultuur komt ook aan bod. Maar de andere dingen komen dus ook aan bod. Op het sociaal domein, bijvoorbeeld muziek. Nee, ik ga niet in op organisaties of namen, dat doe ik niet. Want we zijn, wanneer komt dat dan? Dat komt in mei. We zijn nu volop met dat proces bezig. Hè? We zijn er ook nog niet. Hè? Het is nog niet omkaderd. Het is nog niet klaar. Nee, oké. Het enige wat ik wel kan zeggen is, in Tiel zullen we gaan merken dat we financiële problemen moeten oplossen. En dat zal iedereen merken. Is het al wel duidelijk intern waar het gehaald moet gaan worden? Nou, en gaat dat überhaupt lukken? Ik heb het vertrouwen dat het gaat lukken. Mm-hmm. Dat vertrouwen heb ik zeker. Ik weet ook zeker dat het heel veel pijn gaat doen in de samenleving. Ja, dus even concreet. Pijn in de samenleving. Nou ja, noem eens een voorbeeld. Laat maar zeggen, als je naar de lastkant kijkt, dan zou de last iets gaan verhogen. Voelt dat als pijn? Okay. Als je subsidies zou gaan verminderen, voelt dat als pijn? Ja. Als je dingen schrapt, voelt dat als pijn? Oké, okay, helder. In december of in mei wordt het dus duidelijk. Ja. Hoe gaat dat lopen? Hoe wordt dat bekend? Nou, eigenlijk in mei heb je het normale proces. Hè? Dus dan krijg je zo'n vergadering van de beleidscyclus en dan komen al die plannen komen daar dan. En dan wordt dan door de commissie beleidscyclus wordt dat besproken. Mm-hmm. En daarna gaat het natuurlijk naar de raad. Dat is wat er gaat gebeuren. Maar wat we ook wel in de gaten hebben, is dat het belangrijk is om toch ook de mensen in Tiel voor te bereiden op het feit dat er wel lastige dingen gaan gebeuren. Die, wat ik dan maar zeg, pijn gaan doen. Ik heb even geen ander woord daarvoor. Dat klinkt ook een beetje aan te zeggen, niet vrolijk van wordt. Ik gebruik toch liever het woord pijn, omdat ik denk dat sommige organisaties dat best als pijn zullen voelen. En dus moeten we ook heel veel aandacht gaan besteden aan hoe vertel je nou de stad dat gaat gebeuren. Ja. Want normaal gesproken gaat natuurlijk zo'n perspectievennota en de weg naar de begroting aan de meeste mensen voorbij. Hè, dus we zullen ook wel toch ook op communicatieterrein, dus bijvoorbeeld door middel van een goede uitleg in de krant of zo. En misschien wel eens een keer hier nog. Hè, gewoon vertellen, jongens, dit gaat er allemaal gebeuren. Hè, dus alles wat er straks gaat gebeuren, dat moet een keer verteld worden. Ja, en ook het waarom. En zeker het waarom. Maar het waarom is wel duidelijk. Ja, als je portemonnee leeg is, moet hij weer vol. Als je dingen wil betalen. Ja, aan de andere kant, sociaal domein, daar zit dat gat. Daar heb je heldere denkbeelden over. Schuld, kunnen we die voor 100% neerleggen bij het Rijk? Nou, 100% schuld is altijd zo'n ingewikkeld begrip. Hè. Maar laat ik het zo zeggen. Ik
heb ook vaker aan deze tafel gezegd, en ik kan, vind ik ook staven, dat de macrobudgetten niet goed worden verdeeld. Het is toch wel heel raar dat er, laten we zeggen, 88 gemeentes beroep doen op een tekortfonds, tekortgemeente, met een omvang van een tekort van 488 miljoen. Bijna en dat er dan in het land diverse gemeentes zijn die gewoon overhouden en soms nog ruim. En die gaan er lantaarnpalen van kopen of zo. Ja, ik denk dan bij mezelf, als dat zo is, kijk dan als regering eens goed naar je land. En kijk eens even naar die rode plekken. En heel Nederland weet dat jeugdhulp een probleem is. Dat weet de regering ook, zou ik zeggen. Zou ik toch als regering eens overwegen dat budget eens op een andere manier te gaan verdelen. Dan hoeven we nou niet eens te bezuinigen. Maar ik, als je toch ziet bij sommige begrotingen waar gewoon geld overblijft, nou dan haal je daar wat weg. Ja, ik zeg het zoals het is. En dat geef je aan de gemeentes die het hard nodig hebben. Nou, loop je al jarenlang mee in die politiek. Dat betekent dat de lijntjes kort zijn. Den Haag, VVD zit daar aan het roer. De nationale club, zullen we maar zeggen. Jij bent ook van die VVD. Trek je dan niet zelf aan de bel? Van jongens, of zijn jullie mee bezig? Tuurlijk wel. En wat komt daar dan uit? Helemaal niks. Ingewikkelde gesprekken. En soms word je gewoon met een kluitje weer de deur uitgestuurd. Hè? Mm-hmm. Ja, maar dat is ook de politieke realiteit. En ik maak... Waarom heeft het Rijk dat zo gedaan? Nou, allereerst hebben ze gewoon gezegd, daar zou je eigenlijk terug moeten gaan. De Rijk wilde bezuinigen. Het was gewoon een bezuinigingsoperatie. Hè? Ja. Alle mooie verhalen, zorg dichterbij, dat geloof ik wel. En misschien is dat ook zo. Want men zei dan, als de zorg dichtbij is, dan kan je ook zelf, word je ook zelf meer redzaamheid. Ja, dan kun je dus hoef je minder beroep te doen op de zorg. Nou, in de praktijk blijkt dat niet echt zo te zijn. Nee. Sterker nog, het heeft juist, als je de zorg dichtbij brengt, dan komen er opeens allerlei mensen die nooit zorg hebben gehad, die gaan ook gebruik maken van die zorg. Hey, er is zorg. Nou ja, op zich, als die mensen die zorg ook daadwerkelijk nodig hebben, dan is het eigenlijk wel goed. Mm-hmm. Dus in mijn ogen is het vooral een financieringsprobleem. En nog niet eens zozeer dat het bij de gemeente zit. Ik vind het echt een financieringsprobleem. Op het moment als je als doelstelling hebt, zorg dichter bij de mensen, nou dan denk je, ja, dat werkt wel. Maar op het moment dat je merkt dat een prijskaartje heeft, dan vind ik ook dat je als overheid bereid moet zijn om dat prijskaartje te betalen. Kijk, Tiel doet dat daar, dat veroorzaakt natuurlijk ook even de problemen. Wij hebben het jeugdbudget opgehoogd met 3 miljoen. Ja, eigenlijk zeg ik, joh, dat zeg ik dan in Den Haag, eigenlijk moeten wij voor jullie die 3 miljoen krijgen. Ja. Maar goed, voor 2021 gaat daar nog niks gebeuren. Nee. Dus... Ik zie nog niet... Ik merk wel dat in het land echt allerlei bewegingen zijn. Ik ben toen ook naar het VNG-congres geweest om daar ook te zeggen van jongens, we moeten naar de macrobudgetten kijken. En de VNG is er ook nu druk mee bezig. Mm-hmm. Ik merk wel dat er bewegingen zichtbaar zijn. En volgens mij begint ook wel op landniveau nu zo langzaam een kwartje te vallen dat het misschien toch goed is om naar die herverdeling van de budgetten te kijken. Ik heb mezelf voorgenomen, waar ik ook ben, het te blijven roepen totdat het zover is. Wethouder Financiën in de gemeente Tiel, ik heb het je al eerder gevraagd. Vind je het nog leuk? Ja. Ja. Waarom vind je het nog leuk? Nou, omdat je licht in de tunnel ziet? Dat is één. Twee, toen ik pas aan begon, was het voor mij helemaal nieuw. Ik ben denk ik ook geen financieel specialist of zo. Dus ik wist ook niet zo goed waar ik aan begon. Maar ik heb nu de systematiek aardig in mijn hoofd. En ik begrijp hoe de knoppen werken, zeg maar. Mm-hmm. En nu vind ik het gewoon mijn taak en mijn uitdaging om te zorgen dat die financiën op orde komen. Nou, die druk die ligt op jouw schouders. Ja. En daar blijf je natuurlijk volop voor inzetten, neem ik aan. Jazeker. Hey, zullen we binnenkort weer eens afspreken, bijvoorbeeld in mei, hè, als het een en ander duidelijk wordt hoe het in elkaar steekt of hoe het gaat lopen voor Tiel, om dat weer verder toe te lichten? Ik vind het uitstekend. Nou, is goed. Mag ik je danken voor de komst? Ja, uitstekend. Dankjewel. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.